niet op reageren, Leiner. Zoon van een orgeldraaier en als leider van het Nederlands Parelgenootschap het N.P.G. sta ik hier voor de laatste keer in het licht van de openbaarheid ten einde dank te zeggen aan al degenen die in de afgelopen jaren hun oor aan mij geleend hebben. Dat waren er nogal wat. Duizenden en nog eens duizenden hebben hun oor aan mij geleend. Dus u moet maar even naar Hilversum komen. Dan kan u zelf uitzoeken welk oor van u was. Willem zijn eigen oor, om nog even door te borduren op het oor. Willem zijn eigen oor zit hartstikke dicht. Het zit zo dicht, parelgenoten. Ik hoor niet eens wat ik tegen u sta te praten. Staan ik eigenlijk wel tegen u te praten? Wil de dame op de derde rij even de hand opsteken als ik niet sta te praten? Dank u. Nou ja, goed, ik hoor natuurlijk wel iets, nietwaar? Maar heel, heel in de verte. Maar ik versta er geen woord van. En dan zou ik natuurlijk wel kunnen volgen van papier, want ik heb de tekst voor me. Maar in de zenuwen heb ik mijn nikkele leesbril in de trein laten leggen. En ik heb ook geen zin om mijn ogen te bederven alleen om te weten wat ik zeg. Weet u wat Willem heb? Griep. Uitgerekend in de treurigste week van Willems bestaan. De week van het afscheid. Uitgerekend in die week heb Willem het bed moeten houden. Het is nog een oud bed van een tante van Dora. Ja, die heb toen al gezegd, je mag het bed houden. En daar lag ik parelgenoten met 38,5. Vlak naast de bloedheide kachel. Onder de put met de hangplant. Met een trui aan. Een des om. En mijn pit op. Ik had een kraak in mijn rug, parelgenoten. Een moderne heet waterkraak. Ik had hem een uur in bed. Toen zeg ik, Dora, wil je even de kraak verversen? Is hij koud? Zegt Dora. Nee, zeg ik, hij is leeg. Naast mijn bed sting het gepolatoerde bijschuiftafeltje met pillen, vitamine, een liter slaolie voor het verstopte oor. Om het uur aan elke kant een gloeiend heet theelepeltje, want we hadden geen pipetje. Bij elke lading slaolie dacht ik dat mijn trommelvlies tot aan de grond toe afbrandde. En elke keer vroeg Dora bezorgd, is het zo heet genoeg, Willem? Behalve de slaolie stinkt er ook nog een flesje met neusdruppeltjes van 3,65. Een cent per druppel. Want de apotheek had tegen Dora gezegd, dat is goed voor uw man, dan krijgt hij lucht. Waarmee ik maar wil zeggen dat er op de hele wereld geen mooier vak is dan het vak van apotheker. Je legt 3,65 op de toonbank en wat krijg je? Lucht. Ja, voor 3,65 lucht. Donderdag komt Dora thuis en ze zegt, Willem, zegt Dora, ik heb een paardenmiddel. Geef niks, Dora, zeg ik. Voor mij ben je altijd de mooiste geweest. Dora gaat naar de keuken. Ze komt terug met een hete kajakgrok. Opdrinken, Willem. En ik heb hem in één keer leeg. Bij de derde grok kijk ik in mijn glas. En wat zit erin? Wat zit er in dat glas? Een rups.
Een levendige rups. Op zijn gemak, in de kajak. Ik zeg, verrek. Zeg ik tegen de rups. Waar kom jij vandaan, de rups? Uit die stom vervelende hangplant, Willem, schijnt de rups te zeggen. En nou zit ik lekker in de dure kajak. Enfin, het bleek dat we min of meer een rupsenplaag hadden in de huiskamer. Ze kwamen bij zwermen op de kajak af. De plantenkundige dienst verscheen met vergif. En ik lag maar ondertussen hete grokken te drinken tegen de griep. De ene grok naar de andere. Maar in plaats dat het zakte, steeg de temperatuur. 39,4, 39,8. Ik lag vreemde dingen te mompelen. Ik moet gezegd hebben, gooi dat loeder de deur uit. Maar toen liet Dora de dokter komen. Dokter, zegt Dora, het wordt ziender ogen minder met Willem. Hij aalt. Wil u hem even nakijken? Enfin, de dokter pakt mijn pols. Hij legt een ijskoude hand op mijn blote rug. Hij laat me nog erger zuchten dan ik al deed. En hij zegt, slecht nieuws, Dora. Je man is dronken. Midden in die toestand. De dokter is zijn boel aan het inpakken. De plantenkundige dienst neemt net de bloemen van het behang onder handen. Midden in die ellende gaat de deur open. Vier heren met sukke sigaren stappen de kamer binnen. Willem, we binnen van de film. We komen je wegkopen. Ik zeg, wat bied je voor me? Zeggen de heren tegen Dora, hoeveel moet die kosten, dame? Ongezien een 500.000, zegt Dora. En gezien het dubbele. Ik heb getekend, parelgenoten. Er staat een huis voor me klaar. Het mooiste huis van de Apollolaan. Met een eigen zwembad. Ja, kun je 's winters omdraaien, dan is het een bioscoop. En met een eigen automobiel, die is zo breed dat hij alleen op zijn kant door de Leidse straat kan. De enige voorwaarde die Dora gesteld heeft, is dat ik nooit samen in één film zal optreden met Rita Heijvert. Want die dame, zegt Dora, wil altijd het onderste uit de kan, als u voelt wat Dora bedoelt. Parelgenoten, ik ben naar mijn eind gekomen. Mijn eind als leider van het Nederlands parelgenootschap, het N-Pai-Gai. Ergens wacht Willem een nieuwe grootse taak voor de uiteindelijke verwezenlijking van de diepmenselijke parelgedachte. Ergens klinkt een stem, een stem van het witte doek. Willem, kom nou. En ik roep terug, ja, ik kom, Gina Lolo Brisida. Trek je warme jurk maar aan. Maar Gina antwoordt, ik zou wel willen, Willem, maar ik mag niet van de baas. Parelgenoten, het uur heb geslagen. Ik groet u allen. Gij in de huiskamer. Gij in het snelverkeer. Gij op de Brouwersgracht. Gij, vooral gij in de Apollolaan. Gij alle griepleiders of aanstaande griepleiders. Met uw trui en uw radio aan. Ik groet u. Ja, ook gij, malle Eppie. Gij groet ik ook. En tot gij, gij in de zaal. Tot gij zou Willem willen zeggen, vrienden van de VARA. Dames en heren, zoals ik u steeds ben blijven noemen, ondanks gerechtvaardige protesten van zekere zijde. Tot gij, richt u nog één keer op van uw plussenstoelen en zing het voor het laatst samen met Willem, staande het lied van de orgelman, het lied van het Nederlands parelgenootschap, ons mooie NPG. Opstaan, mensen. Allemaal klaar. Vier tellen vooraf. 1, 3, wat ik veel. Ik ben zo ontroerd, parelgenoten. Ik ben gewoon de tel kwijt. Wat is mijn tel, oh hero? Nog één keer. 1, 2, 3, 4. Daar is de hand.